tas maken om zo naar H te gaan. DJ? Just Dance, dansje op woensdag. Wie heeft er trouwens, ik even je vinger op. We zijn met 6 kinderen, geloof ik. Hang ik mijn sjaal aan de kapsel? 2 kilo is er af, yes. Het gevoel is er niet. Het ging echt niet, ik was echt ongelukkig. Ik ben verliefd, ik hou van hem, dat soort dingen. Nou, daar ga ik, laatste ritje richting H. Zoveel pijn. Toen is hij nog meegelopen naar mijn auto en toen hebben we afscheid genomen. En wat ik merk is dat in groep 4... Hebben jullie ooit liefdesverdriet gehad en hebben jullie tips? Toen kreeg ik dus een paniekaanval. Lekker rustgevend samen met Woody. Die wordt heel rustig van. Kijk, ik zet het leuk hier neer. Siften. Dit deel ik nog boven staan. Het zijn allemaal dunne veeltjes. Hier de brush pens. De porseleinsift heb ik naar boven. Er worden weer dingen besteld. En hier heb ik dan mijn sportmandje. Heel subtiel. Nice. Veel oud papier. En nu ga ik lekker single 39 afkijken. Film op Netflix. Oh ja, en dit is ook leuk. Ik wilde eerst niet zo rekken. Ik vond dat een beetje onhandig en groot. Maar deze is wel handig en was maar 2 euro. En Single 39 is die film met Lies Visserdijk. Lies Vissendijk, hoe heet ze ook weer? En Waldemar Torenstra. Over een hele mooie vriendschap. En hij is homo, maar zij wil eigenlijk wel een kind van hem. En hij ook wel van haar. Een hele leuke film, die ga ik even afkijken. Voor iedereen die Bully zo vervelend vond. Dit is ook Bully. Hey Bully. Dat hij zijn rust heeft gevonden. Want zo rustig van piano spelen. Dat is zo lief. Ik vind dat heel fijn. Goedemorgen. Ik ga alle adressen invoeren van de klanten. Ik ga de labels printen. Ga ik bestellingen maken. Superveel. Dus mega veel besteld. Dit ligt nog hier. In de auto liggen nog meer dingen. Maar ik kon niet meer tillen. Ik ga eerst even mijn was weghalen. Ondertussen ben ik bezig met tas maken om zo naar H te gaan. Havermout is al super laat. Over 3 uurtjes zit ik al in de auto. En ik moet nog echt zeker 1,5 uur werken aan de weektaken en alles. Want dat moet ik allemaal nog doen. Dit heb ik nu gegeten. Tenminste, dat ben ik nu aan het eten. Verder heb ik nog maar sappel. En bij H eet ik stoofvlees of zoiets. Dus ik heb nog genoeg. Hey allemaal, ik ben nu bij H en ik heb even net van overlopen werken. Ik heb de nieuwe weektaak gemaakt. Ook meteen voor donderdag en vrijdag, want ik dacht, waarom zou ik eigenlijk die van donderdag en vrijdag niet al sturen? Oh, Bolly is hier trouwens ook voor het eerst, want ik dacht, ik ben hier 2 dagen. Hij zit nu op de knie van H te chillen. Bolly is echt een heel leuk beestje, heel schattig. Ik heb nu een mailtje, niet zo lang. Beste ouders, wat is er onwijs hard gewerkt afgelopen week? Door de kids natuurlijk, maar ook zeker door u. Heel erg bedankt hiervoor. Hierbij ontvangt u de nieuwe weektaak voor week 13. De lessen zullen vanavond open worden gezet. De lessen van afgelopen week blijven ook nog een week openstaan, zodat die eventueel nog kunnen worden afgemaakt. Nogmaals, voor persoonlijke vragen kunt u bij mij en juf Carla terecht via de mail. Voor algemene en technische vragen gebruiken we nu de groepsapp, waar ik ook tijdelijk in zit. Kinderen kunnen met mij chatten en videobellen via Skype. DJ? Ook kletsen we met elkaar in de groepschat die ik heb aangemaakt. Dat is tot nu toe echt een groot succes. De kinderen vinden het super fijn om contact met elkaar en de juf te kunnen hebben. Heel veel succes deze week voor vragen weten mij te vinden. Dan heb ik ook de nieuwe woorden van de week gestuurd. En ik heb nog een berichtje. Hoi allemaal, even over Skype. Misschien heb je er al over gehoord. Er zitten nu 16 kinderen in de groepschat. Wie wil kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag samen lunchen om 12 uur. En om 3 uur even samen de dag na bespreken. Nou, bla 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 bla. En... ik heb een linkje neergezet met de theatertip.
Instagram-account van Bureau Biz, waar ze theaterlessen geven. Heb ik dus de weektaak en ik heb even wat toe. Ik heb iets minder lessen gedaan, zeg maar. Ik heb soms 2 dagen gedaan voor 1 les, omdat ik zag dat het best wel moeilijk was. En dan heb ik elke dag een beweegtip gedaan. Op maandag heb ik yoga. Dat is dan yoga Krieger in het Duits. Ik heb Tante Rita op dinsdag. Een Just Dance dansje op woensdag. Op donderdag een lange workout. Ik zal even laten zien welke. Deze. Die hebben ze nog nooit eerder gedaan. Ik zal ook even die yoga laten zien welke dat is. Dit is de yoga. Die doen we ook heel vaak in de klas. En voor vrijdag heb ik Hokey Koki. Hebben we ook nog nooit gedaan. Maar dat vond ik ook wel een leuk bewegingsdingetje. En ik wil eigenlijk ook nog nadenken over een knutselopdracht of een stijlopdracht of zo. Maar dat kan ik altijd nog van de week mailen. Hier, deze heb ik voor vrijdag. Dus dat is dan voor nu. Het is nu 8:30. En dan ga ik straks de lessen van vorige week sluiten. Die van deze week open laten staan en die van volgende week openzetten. En dan ben ik klaar. En straks weer naar bed. Goedemorgen, het is echt nog super vroeg. Ha, is net naar zijn werk. Mijn werk begint over een klein uurtje. En ik ga eerst eventjes in bad. Wie zei ik ga er 3 dagen over doen? Oké, maar heel leuk dus jongens. Als je niet de tekenwedstrijd hebt gezien van de burgemeester. Dat mailtje was volgens mij in het weekend gekomen. Wat cool. Wat super handig als je straks nou ja, op de middelbare school en zo zit vooral. Zo'n type cursus. Ja hè? Oké. En hoe gaat de rekenverrijking? Of die had je... Vandaag hoefde dat niet toch? Oh, nee, maakt niet uit. Kan je later deze week nog doen en anders... Het maakt ook niet uit als je je les niet helemaal af hebt, hè? Maar ja, sommige kinderen die altijd in de klas in hun zo'n extra werkboekje werken sinds een tijdje... die hebben nu ook rekenverrijking op de tablet. Wie heeft er trouwens... Steek even je vinger op. Wie heeft de yoga gedaan vandaag? Hallo allemaal, het is vandaag dinsdag en ik ben op mijn werk, 8:45. Ik zat om 7:15 in de auto. Bolly is al langs huis gebracht en hier naartoe gereden. Ik had liever willen fietsen, want het is vet mooi weer. Maar ik ben hier met Suus. Dus dat is leuk. Mijn andere groep 4 collega, heel gezellig. En we zijn dus, doen dus de opvang voor kids. We zijn met 6 kinderen, geloof ik. En nu is de BSO er ook. Dus dat is, dan kunnen wij gewoon zelf gaan werken. Het is best wel lekker om weer even op school te zijn, vind ik. Ik heb ook wat formulieren hier en dingetjes. En kan ik straks een beetje opruimen in mijn klas. En zit je toch nog meer in die... Thuis kan ik heel goed met de kids werken. Maar op school is het weer lekker als je ook... andere taken wil doen natuurlijk, zoals groeidocumenten, de selectieprotocollen invullen. Dat is toch lekker als je dan in je werkomgeving bent, vind ik. Nou, het is super mooi weer, we gaan zo lekker naar buiten en het is wel leuk om weer op school te zijn. Hoe gaat het werken? Moeten jullie niet eten? Echt gezellige dag tegen iedereen. Hoe bedoel je, wat moet je doen bij taal? Met vraagzinnen? Nou, als er bijvoorbeeld staat, koopt de juf een koek? Een vertelzin van maken, dan zeg je, de juf koopt een koek. Ik hang mijn sjaal aan de kapstok. Dan moet je vraagzin maken, dan zeg je, hang ik mijn sjaal aan de kapstok? En dan moet je ook niet de hoofdletter vergeten en het vraagteken. Of de punt. Als je het niet snapt, kan je mij ook een berichtje sturen op Skype. Hè? Dan kan ik het je uitleggen. Oké. Doe je dat, als je het straks niet begrijpt? Jongens, zal ik voortaan om 12 uur iets voorlezen? Wat een dag was het vandaag. Het is de eerste keer dat ik op school ben geweest sinds... niet afgelopen donderdag, maar donderdag ervoor. Dus ik ben echt super lang niet op school geweest. Echt ruim 1,5 week. Je merkt toch, ik heb natuurlijk heel veel thuis gewerkt en dat was super fijn. Daardoor kon ik mijn volle aandacht op de kinderen richten en skypen met ze. Contact onderhouden, de lessen, de stof, dat soort dingen. Maar ik ben dus, ik weet niet of ik het al had gezegd, totaal niet toegekomen aan alle andere dingen op mijn to-do-lijst. Nu nog steeds niet. Maar nu ben ik heel erg toegekomen aan het verbeteren van het onderwijs. Want ja, we weten allemaal dat het misschien wel een grote kans is dat het allemaal langer gaat duren dan we denken. Of dachten. Ik heb trouwens helemaal niet gegeten, joh. Ik heb bij Haven nog het gemberdrankje, zeg maar, genomen. Toen 5 van die hele dunne maiswafels met 90 gram zalm. En dat was het. Geen pauze gehad. We hadden 's ochtends even buiten gespeeld. Maar daarna hadden we een overleg, groep 4 overleg met ons en de directrice. Dus via de Hangout, via Google Meet, zeg maar, Hangout. En daar hebben we van alles besproken. Over hoe de kinderen, nu werken ze allemaal natuurlijk via Snapchat op de tablet. Maar hoe we ze ook nog meer op papier kunnen laten werken. We kunnen niet de lessen vervangen. Dus we kunnen niet het rekenwerk ineens op papier gaan aanbieden. Dat is gewoon, dat bestaat niet en dat is ook niet te doen. Maar we kunnen wel erbij ze meer nog in hun schrift laten werken. Verhaaltjes schrift, spellingsschrift, estafetten. Dus lezen en opdrachten maken op papier.
En dat kunnen we dan... Dat wordt vooral een toevoeging aan de stof. Maar we kunnen wel bijvoorbeeld denken van... Oké, in plaats van 5 keer in de week een lestaal... doen we dan 4 keer in de week een lestaal. En dan een verhaaltje schrijven als taalles. Een beetje in die zin. Dus daar zijn we natuurlijk heel erg over aan het nadenken. Ik bedoel, voor 3 weken zou dit allemaal prima gaan. Maar waarschijnlijk gaat het allemaal langer duren. Maar super intensief overleg gehad. Dus meteen een mail heb ik opgesteld. Het was ook wel heel gezellig. Ik zat bij mijn andere 2 collega's van groep 4. Die waren er allebei. Ik lekker bij hen in de klas lopen werken. Zij hebben vast alle spullen van de kinderen op de tafels klaargelegd. Want donderdag gaat dat dan worden opgehaald. Ik heb daar nog geen tijd voor gehad. Ik heb die mail dus opgesteld. Maar mijn duo, die morgen werkt, want morgen ben ik vrij, die gaat dan alles op de tafels leggen. Dus in die zin werken wij dan ook zo samen. Dat is heel erg fijn. Daardoor kon ik nu die mail opstellen. Moest een hele duidelijke mail zijn. Want we moeten gewoon de RIVM-richtlijnen volgen. Dus we hebben echt een schema gemaakt. Er staat ook echt in van... Maar ik zal thuis wel eventjes de mail voorlezen. Dan weten jullie ook hoe wij dat hebben aangepakt. Er mag gewoon geen contact zijn. We hebben ook heel goed steeds 1,5 meter afstand gehouden. En in dezelfde ruimte gewoon heel fijn. Het is fijn dat we het allemaal zo serieus nemen. Dus dat is super goed. En fijn verder dat iedereen gewoon helemaal gezond is. En mijn keelpijn is ook weg. Ik voel me hartstikke goed. Daar ben ik heel erg blij mee. Nu moet ik eventjes naar de Maxis. Want ik moet echt even nog wat boodschappen hebben. Die je dus niet per se allemaal in de buurtsupermarkt hebt. Want ik heb gewoon bijna niks meer in huis. Ik ga proberen om snel even veel te halen. Maar ik ben blij, want ik ben gewoon totaal niet ziek. En ik voel me hartstikke goed. Dus ik kan niemand besmetten. Maar ik ben natuurlijk wel bang dat er weer heel veel mensen in de winkel zijn. Maar gisteren was die persconferentie. En winkels krijgen ook een boete als ze het niet goed doen. Dus ik ben heel benieuwd hoe druk het is. Maar ik ga er snel in en snel weer uit. De buurtsupermarkt heeft gewoon niet alles. En boodschappen bestellen is niet mogelijk. Zelfs niet over een maand. Dus dat hebben we verder gedaan. Ik had een beginnetje gemaakt en een groeidocument, maar er was geen tijd voor. Want we deden dus ook de opvang van de kinderen. Samen met mijn andere groep 4 collega's deden wij de opvang van de kinderen die dus op school zijn vanwege ouders met vitale beroepen. Ook nog heel lastig, want die kids komen niet allemaal naar school. Dat ze al weten wat ze moeten doen, alsof ze gewoon thuis zitten. Maar die moet je ook nog heel erg aansturen. Die zitten natuurlijk ook nog met ouders te zoeken naar hoe het allemaal moet. Kost gewoon veel tijd, dus als ik op mijn werk ben, kom ik totaal niet toe aan mijn klas. Maar ik vind het wel lekker om... Ik wil in ieder geval 1 keer in de week wel naar werk toe gaan. Nou, donderdag ben ik er dus weer omdat ze die spullen komen halen. Maar 1 keer in de week even je collega's zien en even in je klas zitten. Zo is toch wel fijn. Dus dat hou ik er dan wel in. En wat wel fijn is aan thuiswerken is dat ik haar er wat vaker kan zien. Dus dan kan ik donderdagavond weer bij hem zijn. En dan kan ik vrijdag weer thuiswerken. Dan hebben we bijvoorbeeld vrijdag weer een overleg staan. Maar dat kan via beeld. Dus daar hoef ik niet fysiek voor aanwezig te zijn. Verder ben ik echt super bruin van de zon en ook een beetje rood. En ga ik nu heel snel de winkel in. Ik wil het liefst echt ook niet de winkel in, moet ik eerlijk zeggen. Maar je hebt toch je boodschappen nodig. Maar ik heb het idee dat het wel echt veel rustiger is hoor. Maar ik moet gewoon dingen hebben. Dus oké. Okay. Het is echt heel hard doorheen gegaan trouwens. Je zou denken, je hebt nog wel eten toch? Maar ik heb serieus alleen maar kipblokjes. En dat is het. Dit is het berichtje wat ik heb gestuurd. En dan is dit de mail. Het is misschien best wel streng verwoord, maar dat komt omdat er gewoon in de groepsapp best wel, ja, weet je, wat meningen worden gegeven door ouders. En ik wil wel gewoon heel duidelijk zijn over hoe wij het doen op school. En dat de mail zo duidelijk is dat er niet meer allemaal vragen over komen en dat er onduidelijkheid ontstaat in de app en zo. Dus ja, daarom een duidelijke mail, denk ik. En dan een rooster bij gevoegd en dan... Steeds 5 minuten en dan na 7 kinderen heb ik even 5 minuten pauze gepland. En dan weer. En dan 2 uur lang. Dus dit heb ik gestuurd en ik denk dat dat wel goed is. Nu even. Plezierig voor het oog. Hele schattige body. Heel schattig. Net als een hotdogje plat ligt op de bank. Hallo allemaal, ik ben de hele dag een beetje thuis aan het chillen en ik ben een beetje moe. Ik denk dat gisteren best wel veel stress was op werk. Ik heb wel ook weer een beetje gewerkt vandaag, ook al is mijn vrije dag. Maar ik ga nu fietsen, het is echt al 4:30, het is super laat. Ik ga mijn fiets pakken en ik ga lekker naar buiten. Ik ga fietsen, lekker zonder make-up. Ik heb even mijn wenkbrauwen gedaan, het ziet er raar uit. Vaseline. En zonnefactor, want ik word te snel bruin en rood. En 2 kilo is er af. Yes, dus ik ben blij. Het is nu bijna weer zoals het was. Hoe dus? Ja, ik doe elke ochtend... Ik zie er nu echt niet uit, maar... Ik doe elke ochtend een shake met appel, perensap, gember, spinazie.
En ik eet pas als ik trek krijg daarna. En dan dus eitje met spinazie, tomaatjes. S'avonds weer zoiets met vlees of groenten. Soms bonen, soms havermout. 500 calorieën zonder beweging. En dan met tijdelijke beweging erbij op. Dus waarom zie ik er zo lomp uit? Nou, ik ga lekker fietsen. Ik ben nu in een stukje van Muiden waar ik echt nog niet ben geweest. Ik fiets er wel altijd langs, maar nooit geweest. Het is hier zo mooi, het is net Weesp. Ik heb 40 minuten met haar gebeld en 20 minuten met oma. 25, dus ik heb meer dan een uur gefietst. Allemaal rondjes gefietst met zoveel mogelijk mijn gezicht in de zon. Echt heerlijk. Fietsen kost mij dus zo geen kracht. Maar oké, ik heb natuurlijk ook wel langzaam gefietst. Maar heel lekker, kijk, hier zit ik. Zo chill. En dan hier lieve eentjes. Hier ga ik echt vaker zitten, want hier is ook echt rust. Waar ik vaak zit in Muiden is het toch wel heel druk. En hier is het echt... Oh, daar zit die basisschool. Ah. Nou, het is echt super chill hier. Ja, hallo. Misschien zie je wel dat ik heb gehuild. Moet ik dit nu delen? Waarschijnlijk wel. Liefdesverdriet, want Haan en ik zetten er een punt achter. Twijfelde al wat langer. Ja, kort gezegd, ik ben super verliefd op hem. En hij, ik ben voor hem qua plaatje de ideale vrouw. Maar het gevoel is er niet bij hem. En ik heb heel lang gehoopt dat gevoel zou komen. Ik ben gewoon een heel optimistisch persoon. En ik dacht, hij gaat vast wel van me houden en vast wel verliefd op me worden. Maar hij heeft een heel gecompliceerd verleden. Wat er sowieso ervoor zorgt dat hij, gadverdamme, allemaal hele vieze bloedstukjes. Dat hij, ja, sowieso nog niet echt klaar is voor een relatie. Wel, zeg maar, dat klinkt een beetje alsof hij niet klaar is voor iets serieus. Dat is het niet. Het is niet zo dat hij alleen maar bepaalde dingen met iemand wil en zich niet wil binden, weet je wel. Om het maar even zo te verwoorden. Dat is het niet. Hij wil het wel, maar hij is er... geestelijk gezien nog niet klaar voor, omdat hij nog te veel in het verleden hangt, zeg maar. Hij heeft gewoon te veel gedoe uit het verleden. Dat is het enige wat ik erover kan zeggen. Het was heel moeilijk om met hem iets op te bouwen, dat wist ik ook. Maar ik ben niet vies van een uitdaging. En ik heb ook vaak het gevoel dat ik heel veel wel kan bereiken en zo bij mensen. En dat was ook zo. Hij heeft heel veel geleerd, hij is heel erg gegroeid in de tijd met mij en... ja, we hebben gewoon een leuke tijd gehad. Ik ben natuurlijk ook wel meer over Ruben heen gekomen, want daar was ik wel overheen, maar toch zit het nog in je hoofd. Dus tuurlijk, het is geen weggegooide tijd, maar het is voor mij wel heel moeilijk, want hij was voor mij echt... Vanaf het begin al de matches heel goed. Daarom vinden we het ook heel erg moeilijk om elkaar helemaal niet meer te zien. Maar voor mij was hij echt de liefde van mijn leven. En voor hem was ik dat hij dat heel graag wilde. Dat ik de liefde van zijn leven was. Ik pas in zijn on paper plaatje. Maar het gevoel komt niet. En volgende week woensdag is het al 5 maanden. En ik ben mezelf gewoon aan voor de gek aan het houden. Hij hoopt dat het komt. Maar op een gegeven moment. Weet je. Je hoopt dan nog eerder dat hij jou dumpt. Zo van, ik ben niet verliefd op je. Geef het op. Maar ja, hij wilde het ook super graag. Dus dat kan ik wel niet kwalijk nemen. Maar ik moet die beslissing maken. En ik heb dat nu al vaker gedaan. En dan hadden we echt iets van janken. Van dit voelt niet goed. Want we zijn zo'n goede match. Waarom zouden we stoppen? Maar het blijft dat ik geen vriendschappelijke relatie met iemand heb. Ik bedoel, het was niet vriendschappelijk. We deden wel celletjesachtig. Maar er miste bij hem gewoon wat. Wat je gewoon wel... Ik streef wel naar... Het ja, romantische filmbeeld. Ik ben zelf iemand die dat heel erg kan voelen. Zoveel liefde. Ook heel veel geeft. In een relatie. Terwijl ik dat bij Ruben veel minder gaf. Maar daar... Ik ben een beetje... op dit moment ben ik Ruben. En H is mij. Zeg maar. Dus in de relatie met Ruud... dat komt omdat wij heel veel ruzie hadden. Had ik het niet meer, zeg maar. En ik kon vrienden met hem blijven toen het uitging. Hij niet met mij, want hij was nog te verliefd. Nou, dat is het nu ook een beetje met mijn H. Ik kan geen vrienden met hem blijven, want ik ben echt super verliefd op die jongen. En ik heb echt, ik jank echt de ogen uit mijn kop. Om maar zo te zeggen. En hij vindt mij echt heel erg leuk. En het is echt wel meer dan alleen een vriendschap. Maar het echte gevoel wat je hoort te hebben, dat mist gewoon. En dat beseft hij nu ook meer.
En dat is heel pijnlijk, kan ik vertellen, want het voelt heel triest om te wachten tot iemand van je gaat houden of niet op je gaat worden. Het is zo, het kan gebeuren, zeg maar, dat mensen dat tijd nodig hebben, maar ik geloof niet dat dat nog gaat komen. En ik ben zo gek op die jongen dat ik nog bijna het zo gewoon zou willen volhouden, want het is leuk, want we hebben geen ruzie. En liever dit dan dat ik hem kwijt ben, maar dat is belachelijk. Je moet gewoon streven naar wat je wil. Een relatie waarin je evenveel geeft en neemt. En even gek bent op elkaar. Hetzelfde met elkaar wil. Voor hem is het ook nog helemaal niet zeker of hij wel een gezinnetje wil en zo. En je moet niet omdat je verliefd op iemand bent al je normen en waarden. Of tenminste dingen die je graag wil in een relatie opgeven. En dat vindt hij ook hoor. Het is echt een schat. We hebben ook echt nooit ruzie, maar... Dat vond ik heel fijn, omdat ik met Ruben heel veel ruzie heb, maar op zich is af en toe ruzie ook helemaal niet erg, denk ik. We hadden echt nooit ruzie. Maar ik denk dat als dingen... Kijk, Ruben en ik hielden wel heel veel van elkaar. En dan baal je zo dat het niet werkt, dat je veel ruzie krijgt. En ja, ik denk dat als iemand niet verliefd op je is, die ook minder snel boos op je wordt ofzo. Je snapt wat ik bedoel. Ik moet nu trouwens echt opschieten. Ik lijk nu dus oké, maar het klinkt misschien heel raar voor jullie, want met Ruben was ik 6 jaar. Ruim 6 jaar en met haar 5 maanden. Maar op dit moment is mijn verdriet veel erger dan toen, omdat wat ik zeg, bij Ruben had ik echt redenen om ermee te willen stoppen. Het ging echt niet, ik was echt ongelukkig. Ik was al heel erg lang dagelijks gewoon verdrietig aan het huilen in onze relatie en ik wilde echt weg. Ik was nog wel verliefd op hem, maar het ging niet. En bij haar ben ik heel erg verliefd. En het gaat goed. Het loopt goed tussen ons. Alleen er mist een echte liefdesrelatie. En dat wil ik gewoon niet langer. Ik wil gewoon niet langer hopen dat dat gaat komen. En ik wil gewoon mezelf niet aan het lijntje houden daarin. Maar hij is nog in mijn ogen mijn ideale man. Snap je? Dus dat is super pijnlijk. Dus ik heb heel erg veel liefdesverdriet. Ik ben echt helemaal kapot. En dat heb ik nu al een paar keer gehad. En dan besloten om door te gaan. En nu heb ik besloten. Nee, het is klaar. Dus ik haal straks mijn spullen op. Het beste laat ik het hem opsturen en zie ik hem niet meer, maar dat kan ik echt niet aan. Ik wil hem nog één keer zien, nog één keer vasthouden en dan is het klaar. Dus ik heb het er heel moeilijk mee. Ik heb net het oog uit mijn kop gejankt, nu moet ik naar werk, dus ik ben nu weer even rustig. Ik vind het heel erg moeilijk. Nu moet ik met de kids skypen. Het jammer is dat je bij mij zo erg ziet dat ik heb gehuild. Maar ik heb echt in mijn eentje altijd een heel leuk leven. Dus ik hoop dat ik hier snel overheen kom en niet te veel bij de pakken neer ga zitten. En gewoon mijn leven weer oppak. Want ik zag hem helemaal niet zo vaak. Het is niet dat mijn hele leven nu voorbij is of zo. Hij zit gewoon in mijn hart. Ik hou van hem, ben verliefd op hem. En dat moet ik gaan loslaten. En contact houden wilden we doen, maar dat heeft geen zin. Want dat is voor mij echt te zwaar. Nou, 12:30. Super hard gefietst. Ondertussen had ik natuurlijk de lunch, het lunchgesprek om 12:00 op Skype. Dus ik heb ze... Ik hoef nu trouwens puur dat ik heel veel heb ingeademd met koude lucht hoor. Ik ben niet meer verkouden. Dus ik heb gewoon mijn telefoon op mijn stuur gelegd. Zeg maar dat ik niet met mijn hand er niet echt vast had in mijn hand. Ondertussen hebben ze mijn hele fietsroute kunnen volgen. Dat was wel heel leuk. Toen is één jongen naar buiten gekomen om even gedag te zeggen op echt 3 meter afstand. Nu ik vroeg even aan de andere juf hoe zij het had gedaan. Zij ging gewoon steeds naar beneden lopen. Het kind opwachten, samen naar de klas lopen. En we naar beneden en de volgende ophalen. Dus dat wordt 23 keer heen en weer lopen. Lekker bewegen, lekker stappen zetten. Helemaal prima. Dat is over 5 minuten, dus ik ga nu snel dit eten. Liefdesverdriet dus, maar dat vergeet je dan weer even als je hier bent. Maar ik ben benieuwd hoe lang ik het daar moeilijk mee ga doen, want ik heb het er echt zwaar mee. Dat is voor mij echt de man die in mijn toekomstplaatje past, zeg maar. En het meest pijnlijke, toch wel. Voor mij in ieder geval, ik vind het zo pijnlijk als je dus... van iemand houdt en verliefd op iemand bent die dat niet voor jou voelt. Dat je echt denkt, dan voel je heel zielig of zo. Een beetje, het is heel triest. Eigenlijk heb ik het veel te lang aangehouden. Maar wat ik zeg, ik ben optimistisch en ik dacht, het komt wel. Het heeft alleen maar te maken met zijn eigen issues. Maar nu denk ik, als je echt verliefd op iemand bent, dan dat het wel komt. Dat ik nu gewoon geen hulp meer moet houden. Maar hij heeft het ook bevestigd hoor. Nu van waarschijnlijk komt het niet meer. Maar hij vindt het ook moeilijk. Maar voor mij is het nog wel heftiger. Want weet je, ik ben verliefd. Ik hou van hem, dat soort dingen. Dus ogen uit mijn kop gejankt. Wat ik al zei, helemaal kapot.
Ergens wil ik niet meer naar me toe, maar ergens vind ik het ook te moeilijk om nooit meer te zien. En denk ik, ja, ik ga liever naar me toe als ik fit ben en blablabla. Maar aan de andere kant, dat maakt het uit, het is over. Dus ik kan beter nu gaan, dus het nu klaar. Dan geen contact meer. Dus ja. Nou. Eén meisje die kan niet naar school komen. Een jongen ook. Gisteren heeft de andere juf het voor hem naar zijn huis gebracht. En voor dit meisje ga ik het in haar gymtas stoppen en aan de deur hangen beneden. Even kijken waar ze ook weer zit. Dat ga ik nu even doen. Kijk, zo zien alle tafeltjes eruit. Dat heeft juf Carla gisteren klaargelegd. En ze komen nu om de beurt hun spullen halen. En dan checken we even of ze nog genoeg lijntjes hebben in hun verhaaltjes, teken en spellingschrift. Zo niet krijgen ze nieuw mee. En of ze genoeg inkt in hun vulpen hebben zitten. Nou, daar ga ik laatste ritje richting H. Ik had even moeten mijn wenkbrauwen nog doen hoor. Ik heb gewoon heel weinig make-up op, maar ik ben toch lekker bruin. Het is mooi weer. Ik ben er om 5 uur, zo nog een half uurtje zon op zijn balkon. Laatste ritje ooit. Nou, het scheelt in ieder geval super veel geld. Want elke keer kost het me €25 om heen en terug te rijden. Heel duur. Mijn auto is echt totaal niet zuinig ook. En ja, weet je, ik kan spullen halen en weggaan. Maar dat vind ik gewoon moeilijk. Hierna ga ik hem dus niet meer spreken. Ik ga dus cold turkey niet meer praten. Weet je, we kunnen altijd over een paar weken even vragen hoe het met de ander gaat. Maar anders trek ik het niet. Want ik zeg, ik ben gewoon echt verliefd. En ik heb even net bij de buurtsupermarkt een paar hapjes gehaald. Niet veel. Weet je, het is uit. Ik ben altijd zo. Weet je, ik ben altijd van het verzorgende en hapjes en dingetjes. En denk, ja, dan kunnen we beter nog even een drankje drinken. Op 5 interessante maanden. Ik bedoel, we hebben echt nooit ruzie of haat of wat dan ook. Dus hij kan er niks aan doen dat hij het voor mij niet voelt. En ik heb echt nooit zoveel gegeven in mijn leven voor iemand. Dus genoeg in die zin om te vieren. Dus eventjes een aardbeiensapje. We kunnen even wat alcohol bij doen, even een drankje. Ik heb een wijntje mee. Een paar hapjes. Heel misschien blijf ik daar nog slapen voor de laatste keer. Maar dat is dan puur omdat ik dat zelf heel fijn vind. Ik weet ook niet of hij erop zit te wachten. Dus hij vindt het ook wel fijn, maar ik weet niet of het verstandig is. En aan de andere kant denk ik, waarom ook niet? Als je toch weet dat je ermee moet kappen. Je moet gewoon niet bij iemand blijven die al die dingen niet voor jou voelt. En het is gewoon ook helemaal uit balans geweest. Ik heb zeg maar echt, qua geven en nemen was het geven bij mij echt 90% en bij hem echt 10. Dus dat is gewoon niet leuk. Het kost ook heel veel energie. Het gaat bij mij natuurlijk, maar als het vanuit de ander niet komt, dan kost zoiets heel veel energie. En het scheelt me in ieder geval heel veel geld dat ik weer vrijgezel. Want ik zeg die autoritjes, maar ook ik ben iemand die dan boodschappen haalt. En uitgebreide borrels en dates en dat soort dingen. Het kost echt super veel geld of cadeautjes geeft. Ik vind dat gewoon leuk om te doen, maar ja, het kost wel veel geld. Dus. Want ik heb vijf maanden lang, op 1 week na dus, volgende week 5 maanden, hebben wij elke dag, goedemorgen, slaap lekker. Het klinkt echt als zo'n slijmerig stel, maar dat waren we dus helemaal niet. Want we noemden elkaar gewoon immer C en H. En hij heeft ook nooit een liefkoosnaampje. Hij was ook helemaal niet van de complimenten. Dus dat was eigenlijk helemaal niet dat soort dingen. Maar we hadden wel heel trouw elke dag. We hebben elkaar elke dag gesproken. En echt elke dag, goedemorgen, staat lekker. Want ja, we waren gewoon heel intensief in contact elke dag. En dat wegvalt is heel moeilijk. Maar ja, het is wel lastig hoor om een nieuwe fan natuurlijk uiteindelijk weer aan de haak te slaan. Want ik kwam erachter bij haar dat ik gewoon met Ruben best wel veel issues nog heb en met dingen zit. Maar nu heb ik ook weer een ervaring met hem erbij. Dat je de man van je dromen ontmoet. En dat uiteindelijk blijkt dat die man er helemaal sociaal, emotioneel gezien helemaal niet eens aan toe is. Dus je radar wordt wel echt getest. Dus ja, maar goed. Een nieuwe man, dat hoeft niet meteen natuurlijk. Eerst weer single zijn. Raar hoor. Niet normaal jongens, hoeveel pijn dit doet. Echt. Het is echt, we zeiden ook, het is zeg maar zo eigenlijk mooi en volwassen hoe we dit doen en hoe we dit afsluiten. Zonder ruzie en elkaar omhelzen en elkaar het beste gunnen en zo. Maar het doet zo, zoveel pijn. Het is echt verschrikkelijk. Het is zo verschrikkelijk. Ik denk dat ik nog nooit zo verdrietig weg geweest. Ik meen het. Echt niet. Ik dacht echt dat hij mijn man zou gaan worden. En het is gewoon, het doet zoveel pijn dat hij er niet klaar voor is. Of voor mij het niet kan voelen. Ook al wil hij het heel graag. En we hebben zo hard geprobeerd. En we hebben zoveel zware dingen meegemaakt. En ik dacht, we komen er uiteindelijk sterker uit. Weet je, en hij ook. Maar ik ben echt helemaal kapot. Dit is ook
grotendeels waarom ik de afgelopen tijd gewoon veel stress had. Het was gewoon allemaal heel erg moeilijk voor, om met hem, zeg maar. Het is gewoon, hij is zeg maar echt heel, precies zijn situatie en alles, is het gewoon heel moeilijk om met hem iets op te bouwen. Maar ik geloof erin dat wij dat samen konden. En we hebben nu dus afgesproken, heb ik gezegd, ik kan het niet contact houden. We gaan nu niks meer zeggen, dus hij mag mij nu niks meer sturen. Mama zegt tot zo liefje, ik heb naar mijn moeder gebeld of ik alsjeblieft bij ze mag slapen. Ondanks corona en zo, want ik ben niet ziek en zij zijn niet ziek. En ik wil ze echt knuffelen, maar dat zou ik niet doen. Maar ik kan echt niet alleen zijn nu. Het is niet normaal hoe verdrietig ik ben. Het is echt niet normaal. Ik wil nu zo graag terug naar hem. Nog een keer knuffelen, maar het heeft gewoon geen zin. Het heeft ook geen zin om steun bij hem te zoeken. Want hij is degene waardoor ik nu zoveel verdriet heb. Ik hoest nu puur door het huilen hoor. Ik moet altijd hoesten. Ik ben echt heel blij dat ik naar mijn ouders mag, jongens. Echt, sorry hoor. Wauw, ik heb echt zo'n liefdesverdriet. En ik zeg, dit is zoveel heftiger dan... Weet je, met Ruud lag ik het misschien nog dieper. En onze band, weet je, nog steeds kan ik Ruud heel erg missen. En waarschijnlijk mis ik haar over een jaar, anderhalf jaar, echt niet zo erg meer. Omdat wij niet zo ver teruggaan in de tijd samen. Maar het is voor nu zo moeilijk, omdat voor mij alles goed zat met hem. Alles. Alles zat voor mij goed met hem. Ik wil hem nog één keer vertellen. Goedemorgen allemaal. Ik ben gisteren weggegaan bij H, dus. Dat filmde ik. Toen heb ik auto knipperlicht gezet, ben ik nog één keer naar hem toe gegaan om nog één knuffel te halen, want ik werd gek. Toen is hij nog meegelopen naar mijn auto en toen heb ik afscheid genomen. Toen heb ik een vriendin gebeld in de auto, 50 minuten. Nou, dat werkt heel erg, dan word je rustig. Toen was ik bij mijn ouders, toen moest ik even huilen, maar was ik ook wel rustig. En toen niet echt lekker geslapen natuurlijk. En om 6 uur was ik klaar wakker, moest ik alleen maar huilen. En heb ik 2 uur in bad zitten huilen en ik kan niet stoppen met huilen, maar ik moet nu over 10 minuten een call doen voor mijn werk. Dus ik moet wel stoppen met huilen. Maar ik heb voor het eerst in mijn leven liefdesverdriet en het is echt het ergste op aarde. En op internet staat ook dat het dus wetenschappelijk bewezen is dat er een stofje naar je hersenen gaat die hetzelfde is als je fysieke pijn ervaart. Dus het voelt gewoon alsof je de hele dag in elkaar wordt geslagen. En het is gewoon verschrikkelijk. Dus ik moet zo een groep 4 overleg doen. Hey zus. Ja, sorry, ik zie er echt niet uit nog. Waar is de rest? Ja, dan gewoon oortjes. Wat ziet er leuk uit? Waar is de rest dan? Nee, ik vind oortjes handig. Oh, de verbinding is heel slecht. Volgens mij zitten zij in een ander gesprek dan wij of zo. Dit is echt dramatisch. Ja, super slecht. Ik weet het niet, maar ik... Huh, Carla zit in een ander gesprek, in er eentje. Oh, er zijn 2 overleggen. Er zijn er 2. Nee, ik ben gisteren naar hem toe gegaan om mijn spullen op te halen en zo. Ik had daarvoor al besloten dat het klaar was. Ja, maar ik loop alleen maar te huilen. Nee, nu hoor ik je wel. Het is echt verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk. Nou, ik zie mezelf helaas wel. Ja, en bij mij hebben ze dat dus al allemaal moeten doen. Wat ik zeg, 20 ouders hebben al Skype aangemaakt. Dat doen zij ook. En wat ik merk is dat in groep 4, wat we zeiden, we hebben heel veel herhaling. Dus ze kunnen in principe zelf aan de slag. Nou, door die chatfunctie kunnen we meteen corrigeren als er iets misgaat. We hebben mogelijkheid tot bellen of beeldbellen wanneer de kinderen dat willen. Dat is echt niet de hele dag door. En eigenlijk loopt het in die zin goed. Nee, ik had ook al tegen Carla en ik hadden ook al gezegd van... Ik kwam nu helemaal niet aan ander werk toe, omdat ik steeds beschikbaar ben. Nou, wat ik daar dus fijn aan vond, ik heb om 12 in 3 vaste momenten. Nee, 23 of 21 zitten er in die groep. Maar ja, sommigen vinden het gewoon te druk. Maar wat ik nog wil zeggen is...
Als ik ook maar 1 seconde de tijd heb om na te denken over iets, dan wil ik meteen weer huilen. Het is echt verschrikkelijk. Ik hoop echt dat ik hier niet heel lang last zal hebben van deze liefdesverdriet. Nu 12 uur lunchen met de kids. Dat is moeilijk hoor. Ergens is het jammer dat ik niet naar mijn werk hoef, want dan heb je afleiding. Maar eigenlijk ben ik ook alweer blij, want ik ben natuurlijk niet heel leuk nu. Ik ben gewoon best wel verdrietig. Samen lunchen. Moeilijk hoor. Om nu leuk te doen. Heel moeilijk. Je ziet het ook gewoon. Je mag het ook wel weten, maar ik ga het niet zo zeggen natuurlijk via Skype. Hoi! Hoe gaat nieuwsbegrip? Dat is best wel veel om in 1 dag te doen hoor. Hey, wat een lekkere bank is dat. Wow, hele chille bank. Leuk schilderij. Ja. Ik heb ook een schilderij achter me, maar die is van mijn ouders, want ik ben bij mijn ouders. Heb je vandaag nog niet gewerkt? Nee? Ga je straks? Of ben je al klaar? Vind je het lekkerder in de middag? Ik heb even in de zon gezeten. Nu moet ik weer aan de slag. Maar ik zit heel erg aan twijfel of ik hier blijf. Of dat ik. Het idee was dat ik zo met mama naar mijn huis rijd. En Bolly op te halen. Even wat spulletjes. Dat ik nog even 2 nachtjes hier kan blijven. Maar ik merk dat ik gewoon. Weet je, ik kan wel nu al iets hebben van ik wil niet meer huilen. Maar het is pas 1 dag. En ik merk dat ik nu. Mensen proberen me allemaal te bellen. Maar ik heb er even geen zin in. Sorry. Het is zo moeilijk, al dat werk nu op dit moment. Ik wil gewoon alleen maar huilen, dus ik ben echt blij dat het weekend eraan komt. Maar weet je wat ik zeg? Ik zeg tegen mijn moeder, ja, ik kan wel leuk hier afgeleid worden. Maar zodra ik 1 seconde alleen ben, begin ik wel weer te huilen. Dus dan kan ik misschien net zo goed gewoon wel even thuis zitten en helemaal depri worden en alleen maar huilen. En dan over een paar dagen weer lekker wat sociaal contact zoeken. Het is natuurlijk corona, maar ik mag wel gewoon naar mijn ouders. Zolang we alle 3 niet ziek zijn. En gewoon bellen met vriendinnen en zo. Maar ja, dan blijf ik nu 3 dagen hier. En dan kom ik straks thuis. En dan val ik weer, zeg maar, in een gat. Niet in een gat, want ik zag haar helemaal niet zo vaak. Maar meer gat van. Dan gaat het verdriet moet er toch uit, denk ik. En dan kom ik ook wel weer in die realiteit van. Ik mag hem niet appen en zo. En dan. Hier zeg je dan wat rustig je ouders. En dat maakt het misschien makkelijker. Maar straks ben je toch weer thuis. Hebben jullie ooit liefdesverdriet gehad en hebben jullie tips? Ik heb alles al op internet opgezocht, dus cold turkey doen. Dus geen contact meer hebben met je ex, zeg maar. Ex klinkt zo raar, omdat ik hem echt niet als een ex zie. Maar dat schijnt het beste te helpen, dat geloof ik ook. Want daardoor hoef ik niet te hopen dat hij me appt. Want dat mag je niet doen van mij. Want ik hem niet meer wil spreken uit bescherming voor mezelf. Hij kan het dus wel, omdat hij kan vrienden blijven, maar ik ben te verliefd. Maar ik weet echt niet wat ik moet doen, zeg maar. Ik moet nu werken en ik kan mijn hoofd er niet toe zetten. Dus ik ben zo blij dat het weekend is. Maar ik denk van ja, dan moet ik dus maar gewoon alleen maar huilen. Misschien moet ik wel een week alleen maar huilen. En verdrietig thuis gaan zitten. Want meteen afleiding zoeken en doorgaan is denk ik niet de manier. Het is pas gisteravond. Dus ik denk dat ik beter gewoon even alleen maar ga huilen. Kijk, dat is dus het hele rare. Zodra ik praat, blijkbaar al zodra ik tegen mijn camera praat. Ik stop het huilen. Werk ook, zodra ik met vrienden praat of mijn ouders of werk, dan stopt het huilen. Maar zodra ik niet praat, en dus bijvoorbeeld werk doe waarbij ik niet hoef te praten, of ga plassen of in mijn eentje ben, dan begin ik te huilen. Dus zodra ik mijn gedachten stil zijn, mijn stem stil is, dan moet ik dus huilen. Het is zo vreemd, ik heb dit nog nooit in mijn leven meegemaakt. Zodra ik nu dus mijn camera uit doe, begin ik weer helemaal te janken. Liefdesverdriet, het is echt de hel. Onbeantwoorde liefde, zeg maar dat je heel erg verliefd op iemand bent en van iemand houdt die het niet voor jou voelt. Het is echt het naarste gevoel dat ik ooit heb gehad, ik zweer het. Ik zei al, het doet meer pijn dan toen ik mijn blinde darm had. Mijn blinde darmontsteking, dit doet echt 10 keer meer pijn. Ik denk dat ik nog liever een bevalling meemaak dan dit gevoel, het is zo naar. Het is echt verschrikkelijk. En je huilt zelfs als je niet eens in je hoofd verdrietig bent, begin je te huilen. Omdat je hele lichaam gewoon verdriet heeft. Ik wil echt nooit meer woeden. Het is echt verschrikkelijk. Ik moet me nu echt gaan focussen, maar ik heb al niet zo'n goede focus. En dan. Oké. Ik word hier zo verkouden van. Dat is geen corona, maar dat is door het huilen.
Gelukkig is het niet meer zo mooi weer morgen en overmorgen. Dus dan heb ik niet zo die drang. Ik moet naar buiten. Eigenlijk heb ik weekend. Dus dan kan ik gewoon 2 dagen me opsluiten en alleen maar janken. Ik denk dat dat het beste is. Ik weet het niet. Ik zou het jullie nu al willen vragen. Maar ik heb ook geen Instagram. Die is verwijderd. En die krijg ik niet meer terug. Ook zo leuk. En dan krijg je ineens weer retourtjes voor de webshop aanvragen binnen. Terwijl ik dat nooit meer. Ik had nooit meer retourtjes. Echt toppie. Nou, kom op, Charlotte. Ik ben nu dus met kids aan het chatten. Dat kan nu dus via Snapchat. Kijk, het is echt ideaal. Ze kunnen ook terugpraten. Soms ben ik aan het werken, dan begin ik ineens te huilen uit het nieuws. En af en toe zoek ik nog even wat tips op. Ik denk ook van, moet ik nou beter alleen zijn of moet ik nou hier blijven? Ik weet het niet. Het enige wat ik kan vinden is dat je geen rebound moet zoeken. Maar of het goed met mijn ouders gaan, zodat je beter alleen kan zijn, kan ik niet vinden. Ieder uur dat ik hem niet geappt heb, ben ik trots dat ik hem niet heb gedaan. Nu volhaal, want als ik nu praat, dan begint het weer opnieuw. Terwijl ik nu al heel veel uur niet praat. Zo denk ik dan maar. Een soort challenge. Oké, ik ben heel besluiteloos of ik hier wil slapen of thuis. Ergens wil ik heel graag lekker thuis zijn. Ergens wil ik ook weer niet alleen zijn. Maar ik moet bestellingen versturen. Het is nu 3:30. Dus over 2 uur moet ik die verstuurd hebben en nog maken. En ik wil toch een babypakketje, want mama heeft nieuwe baby's voor Bolly. Want ik denk dat het toch leuker is voor Bolly. Ook al is het waarschijnlijk voor mij minder leuk. Omdat Bolly dan waarschijnlijk iets minder lief gaat worden. Maar het is voor hem denk ik toch leuk om een maatje te hebben. Dus ik ga even naar huis nu met die baby. En dan kijken hoe dat gaat. Dan ga ik mijn bestellingen maken. En dan... rijden we weer terug. Hierheen, dan ga ik hier eten en dan beslis ik hier of ik hier blijf of terug ga naar huis. Maar dan kijk wat er handig is met die baby. Ik heb besloten dat ik toch naar huis wil, want wow, het ziet er echt heel gaar uit als je dan je bril opzet. Want ik vind het gewoon heel erg fijn om thuis te zijn. Ook al is dat dan even waarschijnlijk nog meer huilen, maar dat moet toch gebeuren. Want als ik over 3 dagen naar huis ga, ga ik ook waarschijnlijk alleen maar huilen. Dus dan liever nu. En ik krijg dus een jonkie mee en die gaat mama nu pakken. En mama rijdt dan mee, zodat we even samen de jonkie kunnen kijken. En daarna rijdt zij gewoon weer terug. Het is toch maar 20 minuten rijden. Dus ja, het was wel even fijn. Ik weet nooit wat ik moet doen. Mama zei al, nou, je ergste situatie hebben wij je opgevangen gisteravond. En nu kan je wel weer naar huis. Ik merk dat ik nu minder verdrietig ben, nu ik weet dat ik weer naar huis ga. Jeetje, ik heb zulke kleine oogjes aan het huilen. Ik voel me nu weer even van, oké, ik ga naar huis. En weer door. Terwijl ik waarschijnlijk zeg, als ik straks op de bank zit, stort ik waarschijnlijk helemaal in. Maar dan slaap ik tenminste goed, heb ik mijn eigen dingen om me heen. Ik kom altijd snel over dingen heen, dus ik hoop dit keer ook. Maar wat ik zeg, ik heb nog nooit zoveel verdriet gevoeld als nu. Maar ik ga liever dan nu even vol cold turkey, wat ik zeg, geen contact meer met hem, maar ook gewoon vol voor mijn verdriet gaan. Ik had mijn haar net gewassen, omdat ik dus nu heel verdrietig ben. Kennen jullie dat? Dan wordt je haar helemaal slap en vet. Omdat je, net als ik ziek ben, heb ik dat ook. Je helemaal gaar. Maar goed. Daar is mama nu de baby's aan het pakken. En de poes ligt hier. Maar die is totaal niet geïnteresseerd in vogels, gelukkig. Ja, het zat wel lekker. Weer even. Ik zit daar alleen maar te huilen. En nu, kom op en weer lekker naar huis. En dan ga ik daar wel weer huilen. Ligt een poes daar. Pas op voor poes. Vindt ze het erg? Diegene is opgegroeid van onder. Kijk daar nog even naar. Baby. Heb je alle 3 de baby's gemaakt? Nee, want die andere is nog te jong. Maar mogen ze niet meer terug. Jawel, nu is het zo. Vind deze heel lief. Nou, dat is dus die ik ook had geplund. Hi! Ja, ik vind deze heel leuk. En zie je hoe groen deze is? Waarom kijkt die zoveel liever? Heb jij dat ook? Ja. Mama zei tegen mij, je moet voor het donkergroene gaan. Toen zei ik, ja, ik vind de gelige veel mooier, maar ik vind die groene liever. Hoe groen die eigenlijk is? Oh, ja. Allebei zijn we groen. Is die ander groen met blauw? Geel met blauw? Nee, ook groen. Ook geel. Met blauw? Nee, maar de rug is geel, zo'n onbeschrijfelijke kleur. Bijzondere kleur, hè? Ja. Maar het is niet dat die andere geel met blauw is. Kijk hoe apart. Nee. Dit is een beetje dat groenblauw heel apart. Ja, supermooi. Omdat Bolly er niks van gaat snappen. Helemaal geen eng te kijken. Het is typisch een baby. De baby heeft dat nog nooit geen leven gezien. Super raar. Wat als Bolly hierdoor helemaal verpest wordt? Heb jij ook zo'n leeftijdoosje te vallen, of niet? Vast wel. Dan ga ik eentje de hoop in zetten. Hey jongens.
Dus wij zijn net naar Muiden gereden. En toen had het babyvogeltje mee. En ik wist niet of Bolly dat chill vond. Maar ik merkte dat ik de stress niet aankon. Dus toen zei ik tegen mama, ga jij even je ding doen? Ze moest nog wat doen. Kom dan terug en dan laat je de vogel nog heel even hier. En dan maak ik even bestelling en dan kijk ik hoe ze op elkaar reageren. En toen deed mama dus de deur achter zich dicht. En toen kreeg ik dus een paniekaanval voor het eerst in mijn leven. En nu praat ik er rustig over, maar het is echt een van de engste dingen die ik ooit heb meegemaakt. Het was echt, ze was 3 seconden weg en ik ging helemaal hyperventileren. Ik kreeg bijna geen lucht meer. Toen dacht ik, oh, ik moet nu bellen. Toch nee, dat mag niet. Dus heb ik hier met die vriendin gebeld. Toen werd ik gelukkig meteen weer rustig. Maar het was zo eng. En toen appte ik papa van, mag ik alsjeblieft toch weer komen? En toen appte ik mama van, ik wil weer met jullie mee terug naar huis. Het klinkt echt debiel, maar blijkbaar is liefdesverdriet echt een ziekte waar je niks aan kan doen. En ik ben heel erg van het, ik had snel resultaat zien en altijd heel snel over dingen heen zijn. Maar het is nog niet eens 24 uur natuurlijk. Dus ik dacht, ik kan er wel weer naar huis, maar dat kan dus niet. Want ik raak dus helemaal in paniek. Ja, dat ik nu eerst moet accepteren dat ik liefdesverdriet heb, want als je het gaat ontkennen, dat werkt dus blijkbaar niet. En papa heeft echt bizar lekker eten gemaakt. Er liggen mijn appels en mijn gember, zodat ik zelf kan maken. Het ziet er ook heel mooi uit. Jeetje, dit vind ik echt de lekkerste salade ooit. Ja, als je liefdesverdriet hebt, heb je dus met vlagen trek en dan weer niet. Dus ik heb vandaag best wel weinig gegeten en nu heb ik heel veel trek, omdat ik nu me iets beter weer voel. Dit ziet er echt heel lekker uit. Wauw. Het is heel simpel. Het is gewoon Griekse yoghurt, gewone yoghurt. Heel klein beetje mayo. Hi! Dier? Het schoolplein je kant op ligt. Dier. Het ligt onze kant op. Kijk, daar is een dikke baby. En daar? Robin, het zit helemaal hier. En daar is ook een dikke baby. En dit zijn ook 2 dikke baby's. Oh. Ja. Mama. Mama, hij... Jeetje, wat lief. Ik vind jou heel leuk. Molly heeft echt niet met mama. Zie je hoe dik? Kijk, nu gaat hij je baard pakken. Gaat hij vette pijn doen. Molly, we hebben geen haar nodig. We hebben wel een Robin. Die is ook een baardje. Duidelijke vrouw hoor. Die chillt altijd bij de mannen. Dankjewel. Nee, het is dus een vrouw, maar ik noem hem hij. Oh, een vrouwtje. Ik wist dat niet. Weet je wat hij doet? Dit. Doet hij het bij jou niet pijnlijk? Goed, bij haar deed hij dat wel. Als ik stoppels op mijn benen heb, gaat Bolly ze pakken. Dat voelt super lekker, als een soort visjes aan je voet. Gaat hij ze dan elkaar niet aan? Je moet je eitjes opladen, want je hebt net 12% of zo. Leuk met die achtergrond zo. Ja. Leuke foto. Doei. Zo, hij luistert goed naar jou. Nu is hij verliefd, hè? Ze kijkt nooit op YouTube. Het is afsluiten, hè, dit. Op haar. Moet ik er allemaal plastic overheen doen? Ja. Jongens, ik ben zo blij dat ik niet alleen thuis zit. Het is echt een goede keuze. Deze niet, deze wel, deze wel. En deze die in mijn hand ligt? Oh. Ik doe het gewoon in een plastic zakje. Wat een schatje, joh. Doei. Ja, met een kleine baby. Mm. Molly, vind je Robin leuk? Dat is mijn vader. Dit is mijn moeder. Ik ben jouw moeder. En dit is je kleinzoon. Mag je zelf dan even doen? Doe dan. Ben je aan het filmen? Ja. Ik heb drop tussen. Mama die maakt, die leest boeken voor haar kleuters. Dus misschien vinden jullie het ook leuk om te zien. Ze is er heel erg trots op. Ze vindt het heel leuk om te doen. Dus ik zet wel even een linkje in de beschrijving. Dus mocht je ook een juf zijn of kinderen hebben. Van kleuterleeftijd of groep 3, 4 kan ook wel. Hallo jongens, het is 10 uur. Ik heb de hele vlog al bewerkt. Ik ben echt super snel nu. En vorige week ook. Ik heb nu niet meer gehuild, dus al sinds Muiden. Ik ben ook gewoon helemaal kapot, dus ik heb geen kracht meer om te huilen. Maar dat is best een fijn gevoel. Ik heb nu gewoon hoofdpijn en ik ben helemaal moe. Maar ik kan lachen. Maar ja, ik weet ook dat ik waarschijnlijk straks in bed weer ga huilen. En waarschijnlijk morgen weer verrot voel. Maar het geeft me wel hoop dat ik me nu al een paar uur normaal voel. Want het leek echt alsof ik me nooit meer normaal kon voelen. Ik ga hier bij de vlog afsluiten. Ik vind het wel fijn om vrijdag af te sluiten. Dus ik zie jullie weer bij volgende week vlog. Dan zien jullie dit weekend nog hoe het verder gaat met het liefdesverdriet verhaal. Nogmaals, heb je tips, geef ze vooral, want die heb ik echt nodig. En dan zien jullie ook hoe thuiswerk week 3 gaat. Dus doe even je duimpje omhoog als je de vlog leuk vond, ook al was het niet zo leuk. En dan zie ik jullie bij volgende week vlog. En niet op Instagram, want mijn Instagram is dus blijkbaar verwijderd. Doei!